Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij GeoBridge. Vandaag gaan we wat driebanden. We gaan namelijk een systeem behandelen die voor elke speler op elk niveau vrij makkelijk toepasbaar is. We hebben het hier namelijk over driehoekjes waarvan we eigenlijk al vinden dat ook zonder systeem we deze ballen er makkelijk op moeten kunnen spelen. Maar de realiteit toont aan dat deze figuren veel vaker misgaan dan dat ons lief is. En als iemand schuldig is aan het missen van dit soort driehoekjes, dan ben ik het wel. Ik ben namelijk pas vrij recent me gaan verdiepen in het driebandenspel. En heb eigenlijk nooit stilgestaan bij de systemen die daarbij horen. Als ik een figuur zoals deze heb liggen, dan heb ik altijd op gevoel een driehoek gespeeld. En heel vaak gaat dat goed, maar ook te vaak eigenlijk niet. In libre, kader, bandstoten heb je dit soort dingen minder vaak nodig. Omdat je misschien op een figuur zoals deze sneller voor een verzamelstoot zou kiezen via rood. Maar in driebanden zijn dit relatief makkelijke figuren die er eigenlijk wel op moeten zitten. Ik stoorde me persoonlijk aan het feit dat ik die ballen wel eens miste in de wedstrijd, dus heb ik wat onderzoek gedaan. En uiteindelijk ben ik beland bij een systeem wat ontzettend goed werkt en die wil ik vandaag met jullie behandelen. Zoals jullie wellicht kunnen zien, heb ik hier een driehoek afgetekend. Deze driehoek is de basis van het systeem wat we vandaag gaan behandelen. Als in dit geval bal 2 de gele bal ergens in die driehoek ligt, dan kunnen we het systeem toepassen. De driehoek loopt van de arcade-lijn, de middenstip van de arcade-lijn, naar kaarsrecht naar de lange band en dan hier naar de hoek en vervolgens weer naar het midden van de arcade-lijn. Ook kun je zien dat ik niet helemaal de lijn heb doorgetrokken naar de band. Er kan ongeveer iets meer dan een bal tussen, want als de gele over die lijn ligt, dan kunnen we het systeem niet meer toepassen, want dan krijgen we een bepaalde curve op deze band, waardoor het hele systeem eigenlijk niet meer klopt. Dus ongeveer net iets meer dan een balafstand en dan is het systeem goed toepasbaar. Het systeem is dat bal 2, de gele bal in dit geval, overal in die driehoek mag liggen. Onze speelbal ligt kaarsrecht achter die gele bal. Ik zal eerst het figuur eens spelen en daarna zal ik jullie aangeven hoe je dat uitrekent. Als geel ergens in die driehoek ligt en wij liggen met de speelbal kaarsrecht achter die gele bal, dan zal de witte bal altijd aankomen op de tweede duim, oftewel de 20. Hier aan de band is 0, 10, 20. Dan maakt het niet uit waar die gele bal ligt in die driehoek. Als wij de kaarsrecht achter liggen en we spelen zonder effect half dik iets hoger in de bal met een rollende techniek op die gele, dan komt wit hier op de 20. Ook al ligt geel helemaal aan de onderkant van de driehoek en wij liggen met onze speelbal kaarsrecht op geel, half dik hoog in de bal en wit loopt naar de 20. Ook al ligt geel helemaal aan de bovenkant van de driehoek, wij liggen kaarsrecht achter geel, rood ligt op de 20, half dik, rollende beweging en wit loopt naar de 20. Het mooie van dit systeem is dat de aankomst in dit geval zonder effect half dik is 20, maar de lijn die hij daarna aanneemt, die zal recht eruit gaan. Dus als we rood hier zouden leggen, dan is nog steeds de aankomst 20. Half dik, hoger in de bal en we lopen naar rood. Het moeilijke om het uit te rekenen waar hij naartoe loopt als bijvoorbeeld rood
je ligt, is om van tevoren te kunnen bepalen dat wanneer die hier uit de band komt, dat hij de lijn van 20 nodig heeft. Dat is ook een stukje kennis, een stukje ervaring, dat je weet, oké, deze lijn komt hier binnen, die lijn komt hier uit, dus moet hij naar de 20. Ik hoor jullie nu al denken, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar rood, bal 3, die ligt niet altijd op aankomst 20. Het kan natuurlijk ook zijn, zoals nu, dat die op de 25 ligt. Als we nu half dik gaan spelen, dan zullen we op de 20 komen en missen we het figuur. We moeten dus meer naar boven. Nou, wat we dan doen, is we gaan effect geven. En effect, dat zal ik hierboven even laten zien, hoe dat exact werkt bij dit systeem. Maar ik ga het ook proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Als we half dik spelen, zonder effect, komen we nu naar bij de 20. Dan heet dat nul effect. Dus dan spelen we wat hoger, niet extreem hoog, maar gewoon ietsje hoger in de bal. En dan hebben we nul effect. 4 effect, wat maximaal is, is helemaal aan de rechterkant in dit geval van de speelbal. Rechts in het midden, die plek waar we het meeste effect kunnen geven. Dat is effect 4. Elk punt wat daartussen zit in gelijke stappen is de heet het 1. Dus 0 en 4, dus we krijgen 0, 1, 2, 3, 4. Als we 1 effect geven, dan heeft dat invloed op 5 punten aan deze lange band. Dus als we met 0 effect naar de 20 lopen, dan moeten we 1 effect spelen op geel om naar de 25 te komen. Dus half dik, 1 effect en rustig rollen. In plaats van dat we dan bij de 20 komen, komen we op de 25. En dan ben ik zo stom geweest om die rode niet op de 25 te leggen. Maar ook dat is geen probleem. Ik lig nu met rood niet op de 25, maar meer op de 23. Dan ga ik gewoon ongeveer een half geven. Dus dit is 0, dit is 1. Dan ga ik gewoon naar half. Zo kom ik net iets verder dan de 20. En heb ik het punt wel. Zo kun je natuurlijk continu de rode verder leggen. Bijvoorbeeld nu leggen we op de 30. Goed om te weten is dat de aankomst de lijn is naar het punt. Dus als we vanaf deze lijn komen, dan is dit de 30, dus zullen we hier de band raken. Dus niet dit is de 30, maar hiervoor. De lijn naar het punt toe. Dus ik leg nu de rode bal op de 30. Maar dan moet ik niet 1 effect geven, maar 2. Half dik, 2 effect, rollende beweging. En 30. Nou, tot slot kunnen we hem nog met een 35 spelen. Dus dat is ongeveer hier. Half dik, 3 effect, dus niet maximaal effect, maar daar net iets boven. Rollende beweging. En een punt. Uiteraard kan het natuurlijk ook zijn dat wit niet op de 20 ligt of hoger, maar bijvoorbeeld hier op de 15. Ja, dan werkt het eigenlijk exact hetzelfde. Maar geven we niet mee-effect, maar tegen-effect. In dit geval zal geen effect wit bij de 20 uitkomen. Maar we willen naar de 15. Dat wil zeggen dat we 1 effect tegen moeten geven. Want 1 effect op de bal betekent 5 punten op de lange band. Dus 15 is 1 tegen. Ietsje harder stoten, want je gaat namelijk met tegeneffect spelen. En tegeneffect remt af. Dus als we deze bal stoten, ietsje harder. Om in ieder geval wel de snelheid te hebben om het figuur te maken. Half dik,
één effect. Ietsje harder. En hij loopt naar de 15. En om nog even in het extreme te vallen, kunnen we ook de speelbal naar de 10 spelen. Bijvoorbeeld rood ligt hier. Aankomst 10. Als we nu zonder effect spelen, komen we bij de 20. 1 tegen is 15. 2 tegen is 10. Half dik. 2 tegen. Rollende beweging, ietsje harder. En we komen bij de 10. Tot slot kan ik jullie nog één ding meegeven. En dat is bijvoorbeeld als het figuur zo ligt. Dat je er ook voor kunt kiezen om niet ineens naar geel te gaan in dit geval. Maar om via die extra twee banden te spelen. Dan zou je ongeveer hier naartoe moeten. Naar de 40. Dus half dik. Maximaal effect. Dus op 4 effect. Tempo spelen. En op die manier geef je jezelf ook een goede kans om dat figuur te maken. Nou, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en weer leerzaam. Als dat nou zo is, laat dan zeker even een like achter op deze video. Abonneer ook als je dat nog niet hebt gedaan. Laat een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. Veel biljartplezier. Tot de volgende keer. Later.